De heer Pechtold. Ja, voorzitter, in de recente geschiedenis vind ik Denemarken niet altijd het beste voorbeeld, want het gedogen met rechtsextremisme, dat is daar geloof ik in Europa zo'n beetje gestart. En daar zie je nu nog de naweeën van. Kijk, als ik wat vanochtend de heer Dijkhoff in de kranten neerzet en nou op me in laat werken, dan zijn afzonderlijke dingen zijn allemaal zeer te rechtvaardigen. Leer snel Nederlands. Nou ja, dat doet dit kabinet, omdat het vorige kabinet dat niet wilde. Maar dat gaan we nu gelukkig wel doen. Geef meisjes kansen. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat vrouwen dezelfde economische zelfstandigheid hebben als mannen. Er is veel aan te doen. Maar dat zijn allemaal maatregelen waarvan ik denk dat doe je zonder aanzien des persoons of herkomst. En als nu zelfs een wijk een herkomst wordt en daar dus op geprofileerd wordt, dan vraag ik me af waar de heer Dijkhoff vandaag zei dat hij vroeger overwoog rechter te willen worden. Hoe rechters die opleiding wel hebben afgemaakt, daarover zullen oordelen. Voorzitter, gelijke gevallen moet gelijk moet behandelen, ongelijke gevallen in de mate waarin ze ongelijk zijn. En ik vind eerlijk gezegd een gerichte aanpak nodig, omdat al die generieke aanpakken, die zijn ook goed, die moeten we ook doen, maar die laten gewoon in stand dat er kinderen zijn die op school komen met een achterstand, die ze de rest van hun leven nooit meer inhalen. Die laten in stand dat we te weinig doen aan meisjes die misschien nog net een bijbaantje mogen hebben en naar allerlei vrijgevochten meiden langs zien komen bij de kassa, niet die vrijheid mogen hebben dat ze weten als ik thuis kom, dan vertelt papa me weer met wie ik straks moet gaan trouwen, want die heeft hij al voor me uitgezocht. Zolang die ongelijkheid er is, zolang er wijken zijn waar dat dominant is, en ik zal straks zeggen hoe we ze identificeren, dat gaat niet op is geen natte vingerwerk, is geen onderbuikgevoel. Zolang die wijken er zijn, moeten we daar als eerste gericht de vrijheid brengen en zorgen dat iedereen de vrijheid kan genieten die in Nederland grondwettelijk geborgd is. Daar zal die rechter ook naar kijken, maar niet in de praktijk voor iedereen beschikbaar. De heer Pechtold. Ja, voorzitter, ik zal mijn irritatie over het bijna bekende VVD-pogingje om via het benoemen van zaken waar we ons allemaal zorgen over maken en wat eigenlijk weer 80% van het antwoord van de heer Dijkhoff is, om dat te beheersen, omdat ik echt ook geïnteresseerd ben in oplossingen. En niet naar de zoektocht om wijken vervolgens tot een stigma te maken. Want je zou daar de stap voor kunnen leggen. Hoe komt het dat mensen in die wijken terecht zijn gekomen? Hoe komt het dat je in delen van een stedelijke ontwikkeling door gebrek aan kansen, door lage huren, maar dan vaak in slechtere woningen, de concentraties krijgt die niet opgelost worden door te zeggen u bent daar gaan wonen of u moest daar gaan wonen en dus bent u nu als groep een probleem. U heeft kennelijk met z'n allen een eenduidige cultuur die een probleem vormt. En ik wil echt van de heer Dijkhoff weten, omdat hij ook het kabinet oproept om hier stelling in te nemen, of hij echt van plan is om wijken te gaan bestempelen als u heeft hier allen een probleem als het gaat om vrouwenrechten, kinderrechten en noem maar op. Want als dat zo is, dan ga ik u aankondigen, daar ga ik dwars voor liggen. De heer Dijkhoff. Voorzitter, de heer Pechtold roept nu een fysieke blokkade van hemzelf op. En die komt niet voort uit het plan wat ik heb. Die komt voort uit zijn eigen, betreur ik, blokkade. Dat als je ziet dat de VVD er met een plan komt, dat hij daar al bij denkt, oh ze zullen wel weer zo. Nee, ze zullen helemaal niks. Groepen integreren niet, dat doen individuen. En er zijn individuen die dat nog veel liever zouden willen, maar door een omgeving klein gehouden worden. En ik zal straks uitleggen welke criteria we hanteren, als het aan mij ligt, om die wijk te identificeren. Dat ik ook wil dat er gecheckt wordt of die criteria van de Denen voor Nederland wel de meest optimale zijn. Maar ik wil wel gericht kijken naar een wijk waar iemand die vrij wil zijn, die juist niet die cultuur in stand wil houden, die patriarchale onderdrukkende cultuur, die eronder uit wil. Die moeten wij als liberalen, als eerste zeg ik tegen de heer Pechtold, de hand reiken om eronder uit te komen. Die moeten we bijstaan. Die mensen die in die wijk wonen, die van goede wil zijn, die last hebben van criminaliteit, die last hebben van te weinig kansen, die op een achterstand komen te staan, die moeten we beschermen en die moeten we verheffen. Zal ik maar eens een linkswoord gebruiken, wat het eigenlijk gewoon op neerkomt. Ik vind dat het daar tijd voor is. Ik vind dat we te lang hebben gekeken. Het komt vanzelf. Het komt helaas niet voorzelf. Dat is voor die mensen zelf in de eerste instantie het grootste nadeel. En heeft ook nadelige effecten voor de rest van Nederland. De heer Pechtold. Voorzitter, juist als je de samenleving. Waarom? Er is een wijkje in opstand. Voorzitter, juist als je de samenleving als individuen bekijkt, dan zet je dus niet groepen als totaalprobleem weg. Want je zal in die definitie die de heer Dijkhoff nu zoekt maar
net niet in die wijk wonen en die zelfstandigheid zoeken of die problemen hebben om als vrouw je net zo volwaardig te voelen, te uiten en te gedragen als man. Dan zit je dus in het VVD-beleid in de verkeerde wijk. Nee. Want ja, die wijk is niet bestempeld als een probleem waar we dit generiek gaan aanpakken. Dus dan val je daar buiten. Nee. Juist, voorzitter, als je de samenleving ziet als individuen die we nooit wegzetten als groepen vanwege hun herkomst, hun geloof, hun leeftijd of wat dan ook, dan zal je juist de kansen en de problemen ook bij het individu moeten zoeken. En als er problemen zijn, daar moeten aanpakken. En als er kansen zijn, ze moeten bieden. Maar de suggestie die vanochtend door de VVD gewekt werd en die gelukkig alweer door de communicatieafdeling een beetje wordt bijgestuurd. Nee, het gaat er niet dat je er. Het gaat erom dat je als het daar doet en zo, het wordt alweer genuanceerd. De suggestie van in wijken is er een probleem en dat gaan we nu met z'n allen ook problematiseren. Die werp ik verre van me en ik zeg tegen het kabinet, lees het regeerakkoord nog maar eens goed. Dat gaan we dus niet doen. Ja, voorzitter, echt. De heer Dijkhoff. Ik vind het fantastisch dat de heer Pechtold weer iets afvakkelt wat er niet bestaat. Dat is echt zonde. Het is echt zonde van vandaag. Echt heel erg jammer. En als de heer Pechtold zegt, dan wordt iets teruggenomen. Nee, als hij het interview leest wat ik gegeven heb, daar staat het heel goed in. Als hij daarna de persberichten leest, ja, daar hebben we werk op verrekt. Daar stond gewoon iets in, maar die klopte. Logisch dat ik het recht zet. Als je een individu bent in een wijk waar jij een van de weinigen bent met dat probleem, dan helpen we je ook. Daar is generiek beleid voor. Maar ik vind het gewoon zonde en niet verstaanbaar als liberaal om te accepteren dat als je weet, er is ergens een gericht probleem. Er is ook meer criminaliteit. Je komt daar nog moeilijker zelf als individu uit, al zou je het willen. Dan moeten we die individuen meer helpen. Dat is waar ik mijn aanpak op neer ga zetten. En dan moet je dat identificeren. Ik ga niet stigmatiseren. Dat zal ook straks luis blijken. Ik wil juist een meer niet-onderbuik, niet-stigma, wetenschappelijke parameteronderbouwing om te kijken waar beginnen we als eerst. Het is niet dat we het alleen maar daar doen. En waar hebben de mensen door de overlast die ze ervaren nog harder ons nodig om die vrijheid te kunnen proeven.